In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen praat ik elke week met een partijvoorzitter en twee Vlaams parlementsleden die ook lokaal hun kans wagen. Elke partij die in het Vlaams parlement een fractie heeft, komt aan bod. Vandaag is dat Groen. Dag dames en heren, bij mij aan tafel Mirjam Almatje, voorzitter van Groen. En ook Björn Joska en Anne Moerenhout, allebei Vlaams parlementslid. En net zoals hun voorzitter, kandidaat voor de verkiezingen op 14 oktober. Welkom allemaal in onze studio. Dank je wel. Heb ik jouw familienaam goed uitgesproken? Helemaal juist. Oké, ik ga het nog eens zeggen. Mirjam Almatje, ja. U heeft de lat hoog gelegd voor uw partij. Bij het begin van de zomer liet u weten, ik wil meebesturen in 16 van de 20 grootste steden. Van waar komt die ambitie? Is die gegrond? Die ambitie is absoluut gegrond. En als voorzitter moet je natuurlijk ook een beetje ambitie durven hebben voor uw partij. Maar die komt eigenlijk vooral uit de realiteit. We hebben gemerkt dat we vandaag al de helft van de centrumsteden meebesturen. En dat bij de laatste peiling, die er eigenlijk echt was en de realiteit weergaf, die van 2014, de Vlaamse en de federale verkiezingen, de scores in de centrumsteden algemeen zeer hoog lagen. Je hebt bijvoorbeeld de score in Leuven. Je hebt bijvoorbeeld de scores in de kleinere gemeenten zoals Turnhout, kleinere steden zoals Turnhout enzovoort, die toch wel bij de grootste partijen zijn. Dus ja. Ik denk dat mijn... Dat zijn scores bij federale verkiezingen. Het is nog de vraag of die gaan vertaald worden naar lokale verkiezingen. Maar over Leuven gesproken, u zei ook 50 jaar na Leuven-Vlaams, is het tijd voor Leuven-Groen? Ja, absoluut. Omdat we gezien hebben bij de laatste lokale verkiezingen daar, dat we toch al heel dicht tegen de 20 zaten. En onze ambities voor die stad zijn zeer, zeer duidelijk. En dus op dit moment zie je ook dat de thema's die we naar voren hebben geschoven de afgelopen jaren ook de thema's zijn die daar de verkiezing beheersen. Dat gaat over. We gaan het over die thema's zo meteen hebben. Ik wil eerst aan Moerenhout vragen. Ja, u gaat in Leuven deelnemen aan de verkiezingen. Is dat werkelijk realistisch? Vandaag 7 van de 45 zetels. Er is nog een forse groei te gaan, hè, dan? Ja, het fijne, het opvallende aan deze verkiezingen in Leuven is dat Louis Tobak stopt als burgemeester na 24 jaar. Het is eigenlijk de eerste verkiezing sinds heel lang dat alles open ligt. Ja, een pak stemmen komt vrij. De vraag is, waar gaan ze naartoe? En dat is ongelooflijk spannend. En wat wij zien is dat we met Groen eigenlijk klaar staan met een hele frisse, jonge ploeg die bovendien allemaal 6 jaar in de gemeenteraad al werk hebben geleverd, die heel veel expertise en kunde hebben. Dus wij zijn er met Groen absoluut klaar voor. We hebben daar goed, ook... u zegt het zelf, hè, die stemmen van Louis Tobak, enfin, hij gaat natuurlijk nog de lijst stuwen. We gaan nog moeten zien of ze allemaal vrijkomen. Hij geeft de fakkel door aan Mohamed Ridouani, die in Leuven de SPA-lijst gaat trekken. Er lijkt zich een strijd als te spelen tussen Lorien Parijs, de N-VA, en dan de SPA. Hoe gaat u de aandacht trekken? Van hallo, wij zijn hier ook nog. Er is natuurlijk een strijd om die burgemeester, maar dat is niet de echte strijd in Leuven. De echte strijd in Leuven is welke bestuurscoalitie er gevormd gaat worden. En meer bepaalt wat die bestuurscoalitie, welke richting dat die uit gaat gaan met Leuven. Dat is de echte strijd en dat is ook wat die Leuvenaars echt mee bezig zijn. En voor ons is dat heel duidelijk. Maar dat is concreet, welke thema's zijn dat dan? Wel, dat zijn de thema's. In de eerste instantie gaat het over mobiliteit. Dus in Leuven is nog een hele grote vraag naar duurzame mobiliteit, naar die verkeersluwe centrum. Dat gaat over de betaalbaarheid van woningen dan. Vooral over armoedebestrijding en de twee zijn natuurlijk nauw gelinkt. In Leuven Centrum is het zo dat vandaag 1 op de 3 kinderen in armoede leven. Dat is iets waar heel veel mensen mee bezig zijn. Ja. En tot slot een derde punt waar heel veel bewoners mee bezig zijn, dat is eigenlijk de betrokkenheid van de bewoners bij het bestuur. Ja, maar goed, ik wil het straks ook met jou nog over thema's hebben. Björn Joska, u bent behalve fractieleider van Groen in het Vlaams parlement ook gemeenteraadslid in Lokeren. Nu, als ze in Leuven van 7 op de 45 zetels willen doorgroeien, dan heeft u ook een lastige klus, hè? 5 op 33 zetels, ook nog een flinke weg te gaan. Ja, we hebben een flinke weg te gaan, maar wij werken daar eigenlijk lokaal samen met de SPA. En net zoals in Leuven vind ik het vooral van belang, waar gaat de stad naartoe? En dan zie je dat bij ons eigenlijk dezelfde thema's spelen. Het gaat vooral over behoud van open ruimte, het gaat over mobiliteit en het gaat over propere lucht. En dat zijn dat lokale thema's? Want iedereen zegt dat natuurlijk. Ik hoor dat ook in Antwerpen, in Gent, in Oostende. Iedereen spreekt van Groen over mobiliteit, propere lucht enzovoort. Maar je moet gewoon eens praten met mensen op straat. En kan je lokale accenten leggen? Ja, we kunnen lokale accenten leggen. Er zijn in Lokeren behoorlijk wat verkavelingen bijgekomen die vaak op een echt domme manier zijn ingeplant, die problemen opleveren qua mobiliteit. Je hebt steden, of je hebt in Lokeren eigenlijk heel wat parkeerplaatsen die bijgekomen zijn in het centrum, zonder dat men nadenkt dat er eigenlijk ook zoiets bestaat als propere lucht. En hetgeen wat in Leuven speelt rond
Participatie is een grote frustratie van heel wat lokeraars die met heel wat ideeën zitten, maar die op een net stoten van het huidige stadsbestuur. Dus dat zijn thema's die spelen en eigenlijk is groen constant daar de stem van de straat. Toen de resultaten over de verbeterde luchtkwaliteit in Gent na de invoering van het circulatieplan bekend werden gemaakt, schreef een journalist opiniemaker in De Morgen: groen heeft nu een model waarmee het kan uitpakken in de rest van Vlaanderen. Heeft hij gelijk? Ja, maar het is een model dat altijd al in ons DNA heeft gezeten. We zijn een partij die echt gaat voor verbondenheid en hoop. En samen met burgers, via echte inspraak en participatie, oplossingen wil geven voor een aantal zaken die vandaag onze levenskwaliteit aantasten in plaats van verbeteren. Ja. En dus goed, we klagen aan concreet heel lang... mobiliteit, hè? Ja. Dat circulatieplan van Gent. Absoluut. Philippe Wathee lijkt nu, de lokale schepen lijkt nu de bakens uit te zetten voor de rest van Vlaanderen wat groen betreft. Ja, nee, niet wat groen betreft. Hè. Vanuit Nederland komt men naar Gent kijken. Het is de meest leefbare stad van Vlaanderen gestemd. Internationaal heel wat prijzen gekregen en ook van VIAS, Vlaams Verkeersinstituut, een van de gemeenten waar prijzen aan zijn uitgedeeld. En trouwens, om daar even naar te verwijzen, de 13 prijzen die door VIAS zijn uitgedeeld, 11 daarvan zijn naar gemeenten gegaan waar groenen in het bestuur zitten, ook kleine gemeenten. En Gent is natuurlijk heel duidelijk, omdat het heel zichtbaar is, omdat op het moment dat de groenen daar 6 jaar geleden in de meerderheid kwamen, een heel duidelijke en moedige keuze is gemaakt om met dat circulatieplan verder te gaan en echt in te zetten op kwaliteit van leven. Ook wel een beetje een gecontesteerde keuze bij sommigen. Heel veel stemmingmakerij, maar die moed die men toen heeft opgebracht, werpt vandaag zijn vruchten af. Zoals het ook trouwens in Zwijndrecht en in Mortsel zijn vruchten afwerpt. Want ook daar is er een redacteur geweest, die heeft geschreven, de keuze van Ingrid Pirates. Op twee gemeenten waar groene burgemeesters... Ja, waar we groene burgemeesters hadden, die de visie hadden en de moed hadden om die visie in praktijk om te zetten. Nu, aan Moerenhout, moet u daar in Leuven nog mee afkomen? Want ik hoor u zeggen, mobiliteit is ook in Leuven een probleem. Maar goed, heeft de stad Leuven geen gelijkaardig circulatieplan? Je kan daar evenmin waardoor de stad. Je moet telkens over die stadsring om naar de andere kant van de stad te geraken. Dus daar heb je eigenlijk al een circulatieplan. Nee, dat klopt niet. Het circulatieplan is er inderdaad, maar het circulatieplan is eigenlijk een eerste stap in de visie die wij met Groen voor ogen hebben. Wij willen dat circulatieplan, wij steunen dat, maar wij willen dat uitbreiden naar de deelgemeentes. Er is nog veel werk. En we kunnen ook nog veel verder gaan. Wij willen een veel betere fietsinfrastructuur in Leuven. In Leuven is het nog zeer gevaarlijk vandaag om te fietsen. Of om naar de school te gaan voor de kinderen. Ook daar is nog heel veel werk voor die veiligheid van aan de woonst tot aan de school, dat elk kind veilig naar school kan gaan. Dat concept, je moet rond die stadsring om je te verplaatsen in plaats van dwars door de stad, dat is in Leuven even goed al vandaag het geval. Hè? Maar in de uitwerking zijn echt nog verschillende accenten. Ja. Om je een voorbeeld te geven over de parkings. Er is in Leuven een grote discussie over de brulparking. Moet die er komen, moet die er niet komen? Wel, vandaag zijn er in Leuven zijn er evenveel netto parkeerplaatsen als in Gent, waarover we het hadden. Maar Gent is wel 2,5 keer groter. Dus daaraan zien we dat er toch nog altijd accenten zijn waar dat groen echt een heel duidelijk verschil kan maken. En bijvoorbeeld die brulparking, ja, daar zeggen we heel karmaal nee tegen. Omdat het auto's gaat aantrekken? Dat trekt de auto's naar het centrum aan, dat heeft een heel duidelijk aanzuigeffect. Ja. Nu, Jorm Zoska, de Standaard heeft een analyse gemaakt van hun zogeheten stemcheck en komen tot de conclusie, er is een grote consensus tussen de programma's van zowat alle partijen. Iedereen wil minder zwerfvuil, meer open ruimte, duurzame mobiliteit, want iedereen die hier aan tafel gezeten heeft of nog gaat komen, zegt dat ook. Wij willen duurzame mobiliteit enzovoort. Ik ga een paar slogans citeren. Voorrang voor het collectief vervoer, de auto is geen koning meer. Dat zijn N-VA-slogans en andere partijen hebben wellicht gelijkaardige slogans. Groen heeft daar geen monopolie op, hè? Ik moet altijd zeggen, ik vind het fantastisch om al die programma's te lezen. Ik heb mij daar ook mee bezig gehouden in Lokeren. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat altijd in functie van verkiezingen worden ze plots allemaal groen. Maar als ik dan het beleid van de huidige ploeg in Lokeren bijvoorbeeld bekijk de afgelopen 12 jaar, dan moet ik eerlijk zeggen dat het VLD-programma, wat een doorslag is van het groenprogramma, last voor mij als één grote schuldbekentenis. Ja. Want plots gaat men nu pleiten voor open ruimte, terwijl men ongeveer 160 voetbalvelden heeft volgebouwd de afgelopen 12 jaar. Men gaat pleiten voor meer fiets, terwijl men eigenlijk pleintjes heeft ingericht waar alleen maar parkeerplaatsen te vinden zijn, zelfs geen banken. Ja, goed, dus laat me vergelijken met een stad. Men is groen om de kiezer te overtuigen, maar op het moment dat het in de praktijk moet komen, dan zijn het enkel de groenen die de juiste oplossingen in de praktijk omzetten. Er is een stad die u ook wel goed kent, Antwerpen, waar het huidige bestuur zegt, wij werken ook aan mobiliteit, aan betere luchtkwaliteit. Er is een lage emissiezone in Antwerpen, er zijn nieuwe fietspaden, lees ik. Ik hoor specialisten zeggen, ook in Antwerpen is die zogeheten model shift volop aan de gang. Mensen ruilen hun auto voor een ander vervoersmiddel.
werken die andere recepten dan niet even goed? Maar het probleem is dat men geen duidelijke keuzes maakt. Men gebruikt de taal, maar men doet het anders in het beleid. En wat doet men in andere... Maar die lage emissiezone is toch een feit? Maar die lage emissiezone, hebben wij gezegd dat we daarvoor zijn. Maar het probleem met de lage emissiezone is in Antwerpen is één, dat men ondertussen geen alternatieven heeft voorzien voor mensen die niet mobiel zijn, die een auto niet meer kunnen gebruiken. Dat men bijvoorbeeld geen alternatief heeft voorzien door een gratis openbaar vervoerticket, door mensen die minder goed te been zijn een alternatief te bieden. Men heeft daar geen sociaal luik aan gekoppeld. Dat is een grote kritiek. En een tweede is dat men natuurlijk ook niet consequent is. Want op dit moment, waarom is men in Antwerpen niet mobiel? Omdat heel de stad door werken plat ligt met vertraging. In het centrum van Antwerpen, onder het Operaplein, komt een immense autoparking. Op het moment dat die werken gedaan zijn, wat zou die autoparking doen? Als in Leuven, dit gaat auto's aantrekken. En dit gaat over het niet durven kiezen. Hè? Terwijl men in Gent zegt, met de N-VA, alle trams moeten weg, zegt men in Antwerpen. We gaan daar extra op inzetten. Terwijl men zegt, ja, maar we willen effectief geen koning auto meer, gaat men een enorme parking in het centrum van die stad, waar vorig jaar in de kerstperiode geen enkele auto letterlijk meer bij kon. Ja, waar men een politiebericht heeft uitgestuurd om te zeggen, kom niet met uw auto naar de stad. En daar gaat het natuurlijk om, als je die duidelijke keuzes niet wil maken, maar vooral projectontwikkelaars vrij spel geeft, dan krijg je mobiliteitsproblemen in uw stad. Nu goed, ik hoor N-VA in Gent vooral zeggen, we willen trambussen, maar goed, dat is een andere discussie. Nu, wat Gent betreft, Groen maakt daar deel uit van een kartel. Mm-hmm. We horen al enkele dagen, weken zeggen dat de kandidaat-burgemeester van de Liberale Partij dat kartel uit elkaar wil spelen. Bent u niet een beetje ongerust? Helemaal niet. Het verhaal van het kartel en vooral het programma van het kartel kan je één naast de verwezenlijking zetten en naar de toekomst. En dat is een programma... Hij zet vraagtekens bij het voorbestaan na 14 oktober. Hè? Ja, maar dat is het politieke spel dat Matthias de Klerk wil spelen. Het wezen hem gegund. Hij zoekt een plaats in die campagne. Waar ik over wil spreken in Antwerpen en in Gent en in alle andere 298 gemeenten die Vlaanderen rijk is, want het gaat over meer dan die twee steden alleen, is... Hoe kunnen we het leven van mensen beter maken? In Gent, in Antwerpen, in Lokeren, in Leuven, in Roeselare, Haarlembeke, noem maar op. En dan gaat het verrassend veel als je gaat kijken naar de bevragingen die ook bij de burgers zijn gebeurd over de thema's waar we als Groenen al de afgelopen jaren lokaal, maar ook in het Vlaams parlement op hamer. Thema's die en hier dus al gebaseerd zijn. Ik zie de politieke spelletjes van Matthias de Klerk. Ik vind dat eigenlijk spijtig, omdat we toch samen 6 jaar lang hele mooie dingen hebben gerealiseerd. Dus ik snap niet waarom hij zich daar per se van wil afzetten. Laat dat kartel nu maar naar de kiezer trekken met het prachtige programma. Goed, u gebruikt het woord samen. Dat was de naam van een kartel dat niet eens aan de verkiezingen is begonnen. Joran Zoska, toen het kartel samen in Antwerpen op apengapen lag, toen schreef een krant, er is iets gebroken op links. Stond in de Morgen, leiderschap van bezien aangetast, de Standaard in de Tijd, apart en verzwakt naar de Antwerpse kiezer. Als u dat nu van op een afstand vanuit Loker bekijkt, heeft u dan geen spijt? Want dit was misschien een eenmalige kans. Hè? De peilingen zijn vandaag wat ze zijn, maar dit moment komt misschien nooit meer terug. Nee, maar oké, maar in politiek gaat het soms snel. En waar ik het niet mee eens ben, we hebben een zeer duidelijke leider in Antwerpen. Wouter is wat mij betreft het gezicht van het Antwerpen waar we naartoe moeten, waar Meijer het ook over had. Het Antwerpen waar fietsers en voetgangers eigenlijk het ritme van de stad bepalen en zorgen met z'n allen voor gezonde lucht. En dus ik ben ervan overtuigd. Is er niet gehavend uit die saga gekomen? Nee, ik vind het niet. Politiek is af en toe een tegenslag in kasseren, dan kom je sterker uit. En als je Wouter vandaag bezig ziet in Antwerpen in de campagne, als je de Groengroep van Antwerpen bezig ziet in de campagne, als je Meijer bezig ziet in de campagne in Antwerpen, dan heb ik er alle vertrouwen in dat we daar naar een stevige score gaan. En wat er was ook kritiek, hè, dat die te vroeg over het ontslag van Tom Beefs. Nu gaan we het hele verhaal niet herhalen. Nee, dat gaan we niet doen. Want maar ik moet als ze te vroeg zou gecommuniceerd hebben erover, wat slecht zou liggen bij de socialisten. God, ik ga daar echt niet dieper op ingaan. Er zijn daar dingen gebeurd waar ik ook mijn wenkbrauwen van frons. Er was een ontslag dat dan geen ontslag bleek te zijn. Maar de vraag is, heb je geen spijt dat het momentum naar het kartel... Nee, om de heel eenvoudige reden. We zullen zien wat er gebeurt op 14 oktober. En we weten sowieso dat we alleen de stad niet gaan besturen. En dan zullen we zien welke partners dat er opduiken. En ik denk dat de SP in Antwerpen nog altijd een partner is om die stad te besturen. Het vooral van belang nu is dat Antwerpen krijgt wat Antwerpen verdient. En dat is een stad met propere lucht. Die beweegt vooral op het ritme van de fiets en de voetganger. Want dat is de toekomst van een stad. Maar we zijn nog altijd de uitdager van Bart de Wever. Van Bart de Wever. Wouter blaakt van zelfvertrouwen. Aan Moerenhout. In Antwerpen blijft Groen ook voor praktijktesten op de arbeidsmarkt en op de huurmarkt. Om op die manier discriminatie bloot te leggen. U bent Vlaams parlementslid.
U heeft daar geen meerderheid gevonden om een resolutie in dat verband mogelijk te maken. Moet het dan maar op lokaal niveau? Het kan op lokaal niveau. Wat ons betreft mag het of moet het op Vlaams niveau. Daar is niet gelukt, hè? Of tot nader orde niet gelukt? Daar is het vandaag niet gelukt, nee, dat klopt. Nu, discriminatie of de bestrijding van discriminatie is eigenlijk ook een voorbeeld van wat we daar juist gezien hebben, waar partijen eigenlijk het ene toeteren, maar als het op stemgedrag aankomt, toch weer het andere doen. Hè. De bestrijding van discriminatie, zowel op de arbeidsmarkt als op de huurmarkt, is vandaag zo prangend. Hè. Alle studies wijzen uit hoe hoog dat die problematiek en hoe sterk dat die problematiek is, dat het eigenlijk onverantwoord is om daar niks aan te doen. En hoe zou je dat lokaal kunnen aanpakken? Lokaal hebben we heel sterke voorbeelden in Gent, waar ze zelf een pact hebben afgesloten met de verschillende spelers eigenlijk van de woonsector in dit geval, om eigenlijk daar discriminatie te gaan aanpakken. Ze hebben daar ook studies laten uitvoeren waaruit bleek dat de beste manier om discriminatie aan te pakken en te verminderen het feit is dat je eigenlijk van het begin tot het einde controles gaat moeten doen, handhaven, sensibiliseren. En daaruit blijkt dat die studies en uiteindelijk ook die praktijk achteraf waar die studie is geïmplementeerd, dat het meer als voldoende is om de mensen te sensibiliseren, om ze te bellen en om zo de praktijktesten te doen. Maar ik hoor bijna opnieuw Gent als voorbeeld voor Groen in Antwerpen. In Brussel zijn er ook praktijktesten. En ik wil u even het voorbeeld aangeven. Voor ik begon aan deze carrière, was ik academicus aan de VUB. En daarvoor was ik student. Ik heb in mijn hele leven heel veel voorbeelden meegemaakt die tot op het moment dat ik universitair afgestudeerd was en al onderzoeker was aan de VUB en een huis ging huren met mijn echtgenoot, belde op mijn naam, te horen kreeg dat het niet meer te huur was, belde op de naam van mijn echtgenoot en te horen kreeg dat ik langs mocht komen. Deze problematiek gaat over het effect op de levens van echte mensen en het nadelige maar effect ik onthoud, op de want het gaat over mensen. Gemeenteraadsverkiezingen. Dit is lokaal al absoluut. Voor een stuk aan te pakken. En dit kan je aanpakken met hele bemoedigende resultaten, omdat dit het samenleven bevordert. Want nu krijg je de indruk, en daar zijn we zeer hard tegen, het is niet doordat je de problematiek van discriminatie benoemt, dat iedereen discrimineert. Maar door heel duidelijk gericht die onderzoeken te gaan doen, kan je degene die het wel doen aanpakken en kan je ondertussen ook het vertrouwen in elkaar herstellen in de brede samenleving. Dat is hoe wij verbondenheid zien, dat is hoe wij willen werken aan samenleving. En ten andere, ik begrijp de weerstand van sommige andere partijen daar rond ook niet goed, want in het federaal parlement hebben we praktijktesten gestemd voor controles binnen de financiële sector. Als uw bankier u bepaalde beleggingspakketten wil geven, dan mag je daar dan kan de overheid iemand als klant sturen om te zien of dat men wel juist advies geeft. Dus het is een beetje bizar dat men dat op andere vlakken... Nee, helemaal niet. Dat zijn dingen waar dat echt het parlement zelf over heeft beslist. En Europa vraagt ons ten andere al zeer lang om iets te doen aan racisme en discriminatie. Het actieplan tegen racisme, dat er ondertussen al verschillende legislaturen geleden had moeten zijn, waar mevrouw Demir nu een samenlevingsplan van wil maken, waar we nog altijd op wachten. Dat is wat Europa ons al heel lang ook heeft gevraagd. Ik wil terugkeren naar het lokale niveau. Ik zie in Antwerpen in het programma van Groen thema's opduiken als thema's die te maken hebben met identiteit. Ja. Een hoofddoek in stadsdiensten, in het onderwijs, dat moet kunnen. Twee vragen. Waarom met dat thema uitpakken? En ja, waarom uitpakken in een stad waar een paar verkiezingen geleden 1 op 3 kiezers voor het Vlaams Belang heeft gestemd en de vorige keer voor een partij die evenmin dat hoofddoekenverbod wil afschaffen? Maar voor alle duidelijkheid, dit is niet uitpakken. Dit is duidelijkheid creëren over onze positionering rond religieuze dat snap ik tegen, wel, maar u gaat er misschien kiezer mee voor jou binnen. Nee, maar het twee is... Hoe kan je een standvastige ideologische lijn hebben die volgens ons het samenleven bevordert? En wij zeggen niet... voor of tegen de hoofddoek. Dat wil ik wel even heel duidelijk zeggen. Wij zeggen, een vrouw moet altijd de vrije keuze hebben over hoe ze zichzelf kleedt en wat ze draagt. En dus, wij willen geen dwang om die hoofddoek op te zetten, maar wij willen ook geen dwang om te beslissen over een vrouw wat ze wel of niet mag dragen. Wij willen vooral veel kansen. Wij willen dat jonge meisjes naar school kunnen gaan, een diploma kunnen halen en een job kunnen doen. En geen discriminatie en ook geen dwang. En dat, tegen allebei strijden wij even hard. En daar willen we duidelijk over zijn, want vandaag zie je dat andere partijen dat eigenlijk misbruiken om een wijzij verhaal te vertellen. Ja, en in Antwerpen is dat wat we kunnen missen als kiespijn. In andere een stad. Partijen, we hebben er twee genoemd, toen de Gentse schepen, elke de Kruinaren van Groen, dit wat mogelijk maken in de middelbare scholen, is ze teruggefloten door haar kartelpartner SPA, ook door VLD. Wel, wat Elke de Kruijenaar heeft gedaan, is gevolg gegeven aan een gerechtelijke uitspraak. Hè. En als lokale schepen moet je natuurlijk gevolg geven om goed bestuur te kunnen hebben in de scholen. Had ze het niet beter kunnen aanpakken door eerst eens te babbelen in het college? En dus, dat is gebeurd, hè, voor alle duidelijkheid. Elke heeft daar het gesprek over aangegaan, maar ondertussen is men begonnen met een aantal scholen die zelf zeiden, wij willen hier een antwoord op,
want we weten eigenlijk niet wat we nu moeten doen. Maar ik wil opnieuw zeggen, de uitdaging is eigenlijk de uitdaging rond samenleven. En waar we zien dat in een stad als Antwerpen, maar ook op andere plaatsen, er eigenlijk een spelletje wordt gespeeld die de bevolking verdeelt, waarbij men heel de tijd de angst voor elkaar oproept en vooral gemeningen doet die problematisch zijn. Wat wil ik daarmee zeggen? Ikzelf, ik ben opgedoken in een collage van het Vlaams Belang. Als men dat doet met mij, hoe vaak doet men dat dan niet ten aanzien van gewone burgers? Ikzelf ben onderwerp van spot, heel vaak op Twitter en op sociale media. Als men dat doet ten aanzien van mij, publiek figuur, hoe vaak gebeurt dat dan niet in de levens van gewone mensen? Ikzelf ben iemand die continu bruggen bouwt met andere gemeenschappen. Dat is ook wat wij als partij elke dag willen doen. Als u het zelf meemaakt, begrijp ik natuurlijk dat u zich daar kan over opwinden. Maar bent u niet bang dat het mobiliteitsthema, de schone lucht, zou kunnen gaan overschaduwen? Maar onze drie prioriteiten zijn heel eenvoudig. Hè? Dat gaat over effectief verkeersveiligheid en mobiliteit. Meer open ruimte en gezonde lucht. Dat gaat over onze gezondheid en betaalbaar wonen in Antwerpen. Ja. Maar die thema's komen niet aan bod. Ja. Omdat een aantal partijen, ik wil even mijn zin afmaken, dat identiteitsvraagstuk misbruiken om bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten en te zeggen, ja, met Berbers hebben we altijd problemen. Ja. En dat zijn zaken waar je in een stad als Antwerpen bij uitstek, maar ook in heel veel andere steden en gemeenten, je bevolking niet dichter bij elkaar brengt, maar de problemen alleen maar groter maakt. Ja. En daar verzetten wij ons tegen. We praten al hele tijd over steden, kleinere steden, grotere steden. Een van de zaken die je soms hoort, Bjorn Joska, is ja, Groen, dat is de partij van de stedelingen. En op het platteland is het bijzonder moeilijk om door te breken. Nee, ik denk dat we nu op 14 oktober wel degelijk een stap vooruit gaan zetten. We hebben dat eigenlijk in 2012 ook al gedaan. Maar we komen op in nog nooit zoveel Vlaamse steden en gemeenten als vandaag. We hebben op heel wat plaatsen nieuwe groepen. En dus wij voelen dat we daar ook de wind in de zeilen hebben. Dus we gaan die doorbraak wel degelijk doorzetten. We hadden die al in 2012, we gaan die nu versterken. En ik voel ook dat zelfs in landelijk gebied, want ik woon ook wel een stukje in landelijk gebied, in de rand van Lokeren, dat daar ook ons thema's aanslaan. Dat daar bijvoorbeeld verkeersveiligheid, fietsveiligheid, hoe kinderen naar school fietsen, dat eigenlijk ook daar dezelfde thema's zijn als degene die spelen in de stad. Ja, langs een steenweg fietsen is soms gevaarlijker dan in een stad fietsen. Ik kan u verzekeren dat ik op de 22 historische punten en op de gewestwegen van Benwijts op die fietspaden heb gefietst en dat ik af en toe echt met de angst tussen de billen daar heb gefietst op fietspaden die in mijn ogen geen fietspaden zijn, maar netjes aangeduide moordstroken waar toch dagelijks heel wat mensen over moeten, wat eigenlijk in het Vlaanderen anno 2018 een echte schande is. Ja. Anne Moerenhout, u heeft de vorige keer deelgenomen in Kapelle op den Bosch. Ja, dat is zo'n een kleinere gemeente waar dan, zoals in veel kleinere gemeenten, een CD&V-burgemeester bestuurt. De N-VA is nu de grote uitdager, wil lokaal doorbreken. Heeft u dan niet ervaren hoe moeilijk het is om als groene partij daartussen te geraken? Nee, want het is waar, het klopt wat mijn collega zegt. Die thema's die wij aankaarten, zoals gezonde lucht, zoals mobiliteit en dergelijke, veiligheid, die spelen ook in die gemeentes. En we zien eigenlijk ook in die gemeentes, zitten wij in verschillende gemeentes in de meerderheid en ook daar verrichten wij echt pionierswerk. In Grimbergen bijvoorbeeld, dat is vlak naast Kapelle op den Bosch, van waar ik afkomstig ben, hebben wij de voorbije jaren een groene schepen geleverd. En die groene schepen heeft ervoor gezorgd dat 42 hectare woonuitbreidingsgebied omgezet kon worden naar open ruimte. Dat is echt pionierswerk in Vlaanderen. En dan zien we toch dat de mensen van Grimbergen daar ongelooflijk content van zijn. Ja. Dus ook eigenlijk in landelijke gemeentes kunnen wij echt het verschil maken. Ja, ik wil het toch nog een keer over een stad hebben, Brussel. Ja. En eigenlijk moet ik zeggen, een stad met nog 18 andere gemeenten die dan samen het gewest vormen. Het is bij Vlamingen misschien minder geweten, maar ik ben eens gaan nakijken hoeveel schepen jullie daar leveren. Schaarbeek al heel lang, ook Etterbeek, Molenbeek, Watermaal Bosvoorde, in Jette zelfs twee. Ja. Ja, is het geen illustratie dat jullie dan toch vooral een stedelijke partij zijn? Mijn ondervoorzitter is van Anzegem, is daar schepen. Hè. En er zijn heel veel Anzegem, landelijke gemeenten. Stefan van Hekken, Merelbeke is daar al heel lang. Goed, Brussel was de vraag natuurlijk. En Brussel, nee, dat toont eigenlijk aan dat in Brussel de Brusselse gemeenten snakken naar een versterking van hun eigen lokale dynamiek. Naar een versterking van de uitdagingen die ze daar hebben en die niet de debatten zijn zoals die in het Brussels parlement worden. Dat zijn natuurlijk toch stedelijke thema's waar ze op mobiliseren. Filtercafé Filtré is in Brussel ontstaan, in een Brusselse school. Mm-hmm.
Dat is natuurlijk een thema van jullie mensen daar. Ja, en die is overgeslagen naar Antwerpen, naar Gent, naar Leuven. Ik heb het aan de school van mijn eigen kinderen ineens zien gebeuren. Hè, en ik was daar aangenaam door verrast. Toont vooral, hè, en dat gaat curieuze neuzen ook tonen, dat dat een problematiek is die iedereen bezighoudt. Van mensen met kleine kinderen, bij wie de roet blijkbaar al van in de placenta nog voor ze geboren zijn aanwezig is, tot mensen met ouders die sukkelen met hun gezondheid, die bronchitis na bronchitis krijgen, omdat ze een verzwakt afweersysteem hebben. In Mortsel bijvoorbeeld. En dus je krijgt heel veel voorbeelden. Het grote succes van Curieuze Neuzen, ook op het platteland, toont dat het een problematiek is dat helemaal niet alleen maar gaat over Jette of Brussel, maar een problematiek die een bezorgdheid is die gedeeld is over gans Vlaanderen. Ja. Want je mag niet vergeten, helaas, dat gans Vlaanderen op dit moment een rode vlek is op de kaart van Europa wat betreft die luchtverontreiniging. Dus dit is geen verhaal meer van stad tegen platteland of wie is waarmee bezig. Dit is een verhaal van onze gezondheid als Vlamingen en Brusselaars. Ja, maar ik onthoud de commentaar dat jullie een stedelijke partij zijn. Klopt, daar zijn jullie het blijkbaar niet mee eens. Nog één vraagje. Ik heb ook niet zoveel tijd meer. Geen probleem. Het zijn ook provincieraadsverkiezingen. Heel kort, hoe staat uw partij tegenover dat provinciale niveau, Björn Joska? Ja, wij zijn toch wel voorstander om dat provinciaal niveau stevig te hervormen, maar ook om de bestuurlijke verrommeling daarvan onderuit aan te pakken, de ontransparante intercommunales eigenlijk ook op te heffen en naar stads- en streekgewesten te gaan met mensen die daar verkozen zijn en die ook op hun verantwoordelijkheid kunnen bevraagd worden, wat nu niet het geval is. Maar het provinciale niveau blijft natuurlijk van belang op dit moment, om de heel eenvoudige reden dat heel wat dossiers die te maken hebben met open ruimte, die te maken hebben met verkaveling, met verstedelijking, regelmatig gecontesteerd worden, ook door een deputaat. En Oost-Vlaanderen, de provincie waar ik woon, heeft daar geen al te beste reputatie. Er is een audit verschenen waar toch wel het beleid van de heer Versnik behoorlijk tegen het licht is gehouden en waar toch een aantal anomalieën, onwettigheden naar boven... Nee, maar de audit ging over zijn bevoegdheid eigenlijk als verantwoordelijke voor die ruimtelijke ordening. Dat was niet zo'n proper verhaal dat uit die audit kwam. Dus het blijft van belang. Dit is alles waar we tijd voor hebben. Mag ik jullie bedanken, Mirjam Almatje. Graag gedaan. Ja, Ann Moerenhout, Björn Joska, bedankt om tot bij ons te komen. U, beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Nu maandag kan u bij ons terecht voor de septemberverklaring. Die wordt dan woensdag becommentarieerd in de plenaire zitting van het Vlaams Parlement. Bedankt dat u bij ons was. Graag tot een volgende keer. Dag.